Rob van Oudenhoven. Rob, goeie avond. Goeie avond. Ik zou zeggen, vuur de vraag aan. Ik weet niet of ik dat aan kan, maar goed. Oké, okay. Ze kijken allemaal naar mij. Heb ik iets aan van u misschien? Ah, is hem dan gemaakt. Ja, goed. Rob, stel de vraag maar. Ah, mag ik de vraag stellen? Ja, je mag ze stellen. Welke Britse popzanger en belangrijk homo-icoon overleed eind december 2016? Was het A. Michael Jackson, B. David Bowie of C. George Michael? Heren, ik wil nu jullie antwoorden zien. De juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 2, 5, 6, 7 en 12. Het juiste antwoord was C. George Michael. En dan zakken we af naar de Mol. Hopelijk gaat ze geen strikvraag stellen. Eline, goedenavond. Ja, dus mijn vraag is: sinds wanneer kunnen en mogen twee mannen of twee vrouwen volgens de Belgische wet met elkaar trouwen? Is dat A. 1 april 2001, B. 1 mei 2002 of C. 1 juni 2003? Heer, ik wil nu jullie antwoorden zien. En het juiste antwoord was volgens mij, wat denken jullie? Nou, proficiat hier jullie allemaal het juiste antwoord. Sven, goedenavond. Jij mag de volgende vraag stellen. Goedenavond. Hallo allemaal. Hoe heet de nieuwe campagne die minister van Gelijke Kansen Homans, nuchter, oh sorry, nee, lanceerde. Ik zal ze nog eens stellen. Hoe heet de nieuwe campagne die minister van Gelijke Kansen Homans lanceerde tegen discriminatie en vooroordelen? Is dat A. Ziet u hier voor iets tussen? Is dat B. Allemaal gelijk? Of is dat C. Ik weet wat ik doe? Heren, ik wil allemaal jullie antwoorden nu zien. Het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 6 en kandidaat 11. Dankjewel, heren. George is er nog. Ben je er helemaal klaar voor, jonge dame? 100%. De volgende vraag. Hoe heet de anonieme telefoonlijn waar je met al je vragen over het Hollywood-thema en eventuele problemen terecht kan? A. De rozenlijn, B. De Hollywoodfoon of C. De regenboogtelefoon. Heer, ik wil nu jullie antwoorden zien. Wat denken jullie, dames en heren? Volgens mij is het de Hollywoodfoon. Proficiat, allemaal het juiste antwoord. En de laatste, maar misschien de makkelijkste vraag. Mevrouw Krivits, bent u er klaar voor? Mijn micro is er ook klaar voor ondertussen. De kerstverse Mr. Gay Belgium zal ons land ook vertegenwoordigen op de Mr. Gay Europe verkiezing begin augustus. Maar nu is de vraag in welke stad deze zal doorgaan. A. In Parijs, B. In Stockholm, C. In Berlijn. Heer, ik wil nu jullie antwoorden zien. Het juiste antwoord werd gegeven door kandidaat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,